Goedenavond. Premier Alexander De Croo heeft het geweld na de betoging gisteren in Brussel scherp veroordeeld. De daders moeten snel opgespoord worden en bestraft, vindt hij. Minister van Justitie Vincent van Quickenborne benadrukt dat dat ook zal gebeuren. Deze vorm van geweld is absoluut walgelijk. Vooral op een moment als vandaag, waar het alle hens aan dek is. In de zorg is het vandaag alle hens aan dek. Dan kan je alleen maar vaststellen dat de manier dat het ontaard is, dat dat niks meer te maken heeft met vrijheid. Dan is dat uiteindelijk crimineel gedrag. De politie zal nu in samenspraak met het parket er alles aan doen om aan de hand van onder meer camerabeelden de raschoppers te identificeren. Want één zaak is duidelijk. Vorig jaar hebben we heel duidelijk afspraken gemaakt met de justitie, met de parketten, dat alle vormen van zwaar geweld tegen politie moet worden aangepakt en vervolgd. En dat zal ook hier gebeuren. Er werden gisteren 45 mensen opgepakt in Brussel. Eén van die mensen moet zeker al voor de rechter komen. Een andere blijft aangehouden als verdachte. Het geweld was het werk van een beperktere groep heethoofden. 35.000 mensen hadden daarvoor vreedzaam betoogd tegen het coronabeleid. In sommige Brusselse straten is er een spoor van geweld. Zoals aan dit vernield postkantoor aan de Kleine Ring. En het kantoorgebouw aan de overkant heeft de evaluatie al gemaakt. We hebben al een evaluatie, dus een evaluatie van ongeveer 35.000 euro's. Dus we hebben toch 16 vensters die kapot zijn, dus we moeten alles vervangen. Tienduizenden mensen betoogden gisteren in Brussel tegen de coronapas. Een grote groep relschoppers zocht tijdens de betoging de confrontatie en vernielde verkeerslichten, reclameborden of kantoorgebouwen. Ook de politie was een doelwit. 6 politiemensen zijn gewond en 6 voertuigen vernield. We hebben in totaal toch wel 42 mensen administratief aangehouden en 3 gerechtelijke aanhoudingen. Dus 45 in totaal. Van de gerechtelijke aanhoudingen, er zijn toch 2 mensen die ter beschikking werden gesteld bij het parket. En dat is in het kader van slagen en verwondingen naar politiemensen. Het onderzoek naar de daders loopt nog. Vanaf nu is het de bedoeling om alle beschikbaar materiaal te kunnen gebruiken, zodanig dat wij kunnen feiten aan personen linken. En intussen is het herstellen en puinruimen. Zo'n 1000 inspecteurs van de federale overheidsdienst werkgelegenheid gaan, net zoals in de eerste lockdown, controleren of bedrijven zich aan de verplichting houden om vanaf vandaag weer zoveel mogelijk te laten telewerken. Ze moeten in een databank zetten die bedrijven wie thuis kan werken en wie echt nodig is in het bedrijf zelf. Inspecteurs checken de bedrijfsgebouwen. Ze zullen niet bij werknemers thuis gaan kijken. Bedrijven die niet in orde zijn, die riskeren een waarschuwing of een boete. Tot op heden hebben we ongeveer 43.000 bedrijven gecontroleerd, meer dan 300.000 werknemers. En er waren ongeveer 7,5% inbreuken. Dat ging van het register dat niet correct was ingevuld. Of mensen die pertinent weigerden van hun medewerkers thuis te laten werken. En dan moeten wij wel optreden. De Nederlandse regering overweegt ondertussen nog extra maatregelen tegen corona. Premier Rutte roept iedereen op om de bestaande regels beter na te leven, omdat er anders nog voor 3 december nieuwe maatregelen zullen bijkomen. Het aantal positieve tests ligt in Nederland al een tijdje boven de 20.000 per dag. Als dat aantal niet zakt, dan zal de zorg overbelast raken. Het Outbreak Management Team heeft opnieuw vergaderd en ook tegen ons gezegd, die basismaatregelen worden nog steeds onvoldoende nageleefd. En willen we in staat zijn om pas op 3 december een besluit te nemen over het vervolg en niet eerder, dan is het heel belangrijk dat we de komende dagen een verdere kentering zien, ook in het naleven van die basismaatregelen. En echt daarom mijn oproep aan iedereen om je daaraan te houden. Het depot van koeriersbedrijf PostNL in Wommelgem en de bestelwagens zijn deze morgen verzegeld. De vele duizenden pakjes die er liggen, die worden voorlopig niet bezorgd. De arbeidsinspectie was binnengevallen bij PostNL in Wommelgem en in het depot in Mechelen. Er zijn tientallen inbreuken vastgesteld, onder andere op zwart werk. PostNL werkt voor de bezorging van de pakjes met onderaannemers. De Socialistische Transportbond spreekt van moderne slavernij.
Zij worden zo uitgeperst, die onderaannemers en die chauffeurs ervan, dat ze eigenlijk heel vaak niet de keuze hebben. Ze zijn eigenlijk speelbal van PostNL, terwijl PostNL zegt van het zijn geen werknemers van ons en ze schuiven alle verantwoordelijkheid van zich af. En dat is het grote probleem dat wij ook aankaarten als BTB. Dat is ook de reden waarom wij ons burgerlijke partij gesteld hebben voor die chauffeurs, omdat zij geen enkele wettelijke basis ten aanzien van het bedrijf hebben om zich te laten horen. In de Amerikaanse staat Wisconsin zijn 5 doden gevallen en meer dan 40 gewonden toen een auto op een kerstparade inreed. Dat gebeurde in Waukesha, een voorstad is dat van Milwaukee. Bij de gewonden zijn heel wat kinderen. Er is iemand opgepakt, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is van de auto. Het is feest in de straten van Waukesha. De kerstparade trekt door de hoofdstraat. Maar plots rijdt een rode SUV tegen hoge snelheid langs de parade. De rode auto rijdt raaklings langs een kind. Verderop maait de auto tientallen mensen van de weg. I heard and saw the people being hit, but what you could do more than seeing is hearing. And just that sound was insane. De paniek bij de omstaanders is groot. Mom! Mom, get over here! De gewonden krijgen eerst hulp in winkels langs de hoofdstraat. Een politieagent vuurt op de auto om die tot stilstand te brengen, maar dat lukt niet. De politie vindt na het incident de auto wel terug en arresteert 1 persoon. We're no longer looking for a suspect vehicle. We do have a person of interest in custody at the moment, but this is still a very fluid investigation. Waarom de chauffeur van de rode SUV is ingereden op de deelnemers van de parade, is op dit moment nog niet duidelijk. Ons land heeft beslist om 250 militairen naar het West-Afrikaanse land Mali te sturen. Ze gaan er deel uitmaken van een Franse militaire operatie tegen terreur. Eerst zal wel nog bekeken worden of de situatie in Mali stabiel en veilig genoeg is. Belgische militairen zijn al actief in Mali binnen 2 andere operaties momenteel. Een trainingsmissie van de Europese Unie en een vredesmissie van de Verenigde Naties. De nieuwe operatie wordt eerder een vechtmissie tegen terreurgroepen. En dit nog, de liefdadigheidsweek van de VRT. De warmste week wordt er een in afgeslankte versie. Dat heeft de stad Mechelen samen met de VRT beslist. In september was het plan nog om er een normale editie van te maken met publiek dat acties mocht komen voorstellen bij DJ's. Maar ondertussen is corona weer komen opzetten. Dat wordt noodgedwongen geschrapt daarom. Er is gelukkig wel nog genoeg te beleven met kleinschalige concerten en debatten met toeschouwers die wel moeten reserveren en een coronapas voorleggen. Het thema van de warmste week is kunnen zijn wie je bent. Dat blijft zo, maar dus wel iets soberder dan we gedacht hadden. Ik wens je een mooie avond. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.